Hebben jullie dat een beetje gevolgd nog? Over die Jeroen Pauw? Ja, die kreeg een fragment te zien van die Timmermans, van die groengoeroe bij Renssen. En daar zag je nog één keer die speech die hij toen gehouden heeft na die ramp met de MH17 bij die Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. En daarin vertelde de groengoeroe allerlei dingen die eigenlijk waarvan iedereen wist dat die niet gebeurd waren. En eigenlijk zat hij daar een beetje een verzonnen verhaal te vertellen. En daar pakte, ja, Pauw, die pakte even uit daarop. Die zei, ja, hij speelt daar met emoties. Dat kan eigenlijk helemaal niet. En ja, alsnog zat hij zich, Pauw, zich op te winden. Nou ja, dat speelde zich allemaal af. En hij vertelde ook nog eventjes erbij dat hij toen had gezegd dat er nog iemand met een mondkapje gevonden was later, na de ramp. En dat bleek ook allemaal helemaal niet waar te zijn. Kortom, die Pauw, die ging even aardig los over de groengoeroe. Maar wat gebeurde er toen, vrienden? Ja, toen kwamen ze uit alle holen, kwamen ze tevoorschijn, onze vrienden van links. Ja, die kwamen allemaal, hotel de botel, kwamen ze achter elkaar met allemaal commentaren op Pauw. Want Pauw, die was volgens hun aan het demoniseren. Nou, vrienden, demoniseren, daar moeten zij überhaupt al helemaal niks over zeggen. Want demoniseren, dat gebeurde toen bij Fortuin. Ja, met Rozemuller en Melkert en Marcel van Dam. Dat waren echt mensen die zeiden de meest verschrikkelijke dingen over Pim Fortuyn. Maar nu toch, dit heeft niets met demoniseren te maken. Dit is gewoon iemand die een commentaar heeft, gewoon op wat iemand gedaan heeft. Meer niet. That's it. En dan zeiden ze er ook nog even bij, van links, dat ja, Pauw was ineens behoorlijk rechts. Nee, dat is Pauw helemaal niet volgens mij. Jeroen Pauw is volgens mij gewoon een vrije, onafhankelijke geest die heel verstandig kan nadenken en dan gewoon zijn eigen mening vormt. En dat is hier gebeurd. En daarom, ja, en daarom dit. Voor Jeroen Pauw. Ja, Jeroen. Ja. Jij verdient applaus. Want kijk, het gaat er niet om wat jij zegt over de groengoeroe. Het gaat erom dat jij het hebt durven zeggen. Daar, in het linkse, zeg maar vrij linkse, weet je wel, allemaal van die deugers en politiek correcte daar in Hilversum. Daar, in hun kamp, heb jij dit durven zeggen. Heb je al een keer eerder gedaan met Kaag? Toen had je ook wel een kritische vraag. Zo van, ligt het niet aan uzelf, mevrouw Kaag? Dat mensen u niet zo leuk vinden. En nu, weer, heb je het weer gedaan. Ja, in het Hol van de Leeuw. Want ja, daar doen ze alleen maar in Hilversum, daar doen ze niks anders dan alleen maar mensen van Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Die worden allemaal met fluwelen handschoentjes, worden ze zogenaamd aangepakt. En die worden alleen maar naar de mond gepraat. En dat Jeroen Pauw, heb jij dus niet gedaan. En daarom, is deze, dit is voor jou, Jeroen.